In Weesp staat de eeuwenoude molen Het Haantje. De molen heeft van alles geproduceerd, maar het malen is inmiddels verleden tijd. Het is nu het woonhuis van Marijke en Geert. Welkom in onze molen. Kom binnen. We wonen hier sinds 2001 en de manier waarop we eraan gekomen zijn is wel heel ludiek, want ik zat op zwangerschapsgym en daar hoorde ik van iemand die hier woonde dat ze wegging. En toen dachten wij, dat is een mooie kans, want dit is het mooiste pand van Weesp. En wij zijn erop afgegaan, we zijn gaan uitzoeken en we zijn hier een aantal maanden later komen wonen. Nou ja, de molen was helemaal onttakeld. Maar het is een hele oude molen die eigenlijk nog een veel grotere historie heeft. 1655 stond dezezelfde in Amsterdam, vlakbij waar nu het Rijksmuseum is. 1820 ging die daar weg. 1828 draaide die hier weer in Weesp. Toen heeft hij voor het laatst echt gemalen in de Eerste Wereldoorlog. En dat had ermee te maken dat het toen geen brandstof was. En vervolgens heeft hij heel lang stilgestaan. 2001 kwamen wij hier wonen, 2003... was het jaartal dat de volledige restauratie klaar was. En sindsdien is die weer zoals die nu is. Ja, wat leuk is, is we hebben eigenlijk van de hal een beetje museum gemaakt. We krijgen regelmatig mensen aan de deur die dan van oma of opa een huis aan het opruimen zijn. En dan hangt er een leuk schilderij van de molen. En die brengen ze dan bij ons. En het leukste voorbeeld is eigenlijk deze. Toen wij de molen kochten, vertelde ik het aan mijn vader. En die was toen 88. En hij zei, wacht even. En hij liep naar zijn kast toe en haalde daar een foto van de molen uit. Nou ja, hier is de eetkeuken zoals wij hem dan gebruiken. Eigenlijk sta je hier in de oude schuur. Wat je ook meteen ziet is eigenlijk dat er veel meer ruimte in de molen zit dan dat je denkt van voren. We zitten natuurlijk een meter lager. Van buitenaf ziet het er eigenlijk vaak klein uit. Andere molens zijn vaak klein. Dus als mensen hier binnenkomen, dan denken ze ook, wow, dit is veel groter dan ik had verwacht. Je ziet de kleur geel. Dat is de molengeel noemen wij het, maar eigenlijk heet het vechtgeel. En ja, dat is een kleur die door het hele huis voorkomt. De tafel en de kast hebben we speciaal laten maken hier, voordat we hier kwamen wonen. Dus we hadden geen idee hoe het eruit zou zien. Maar uiteindelijk, toen ze neergezet werden op de eerste dag voor de verhuizing, toen dachten we ook, deze zijn hier gewoon geboren. En dan komen we hier in de keuken. De keuken waar we vooral koken, maar ook met feestjes lekker even staan te kletsen. We hebben ons kooktoestel. Dat is een heerlijk kooktoestel. Vooral omdat je veel in de oven hebt staan. Je kan hier ook continu bakken, dus helemaal heerlijk. Bovendien is het onze verwarming. En als je dan hier verder kijkt, kom je ook allerlei haantjes tegen natuurlijk. Want de molen heet Het Haantje. Elke keer als we een verjaardag hebben, krijgen we ook weer dingen met een haantje erop. Dat is het leuke. Wat we hier wel hebben gedaan, is die kleur geel weggehaald. We hebben hier een rood neergezet, juist om een contrast te maken en toch de warme kleuren te behouden. Nou, en wat je hier dan vervolgens ziet, is de groeicurve van mijn kinderen. We hebben hier genoteerd hoe lang ze zijn geworden. Nou, moet je eens kijken hoe lang mijn zoon is geworden. Ze zijn ondertussen al 4 jaar het huis uit. En ja, dit mag natuurlijk nooit overgeschilderd worden. Dit is nostalgie. Ook de kamers boven zijn ingericht op de ronde vorm. Je ziet het zo. Molen Het Haantje in Weesp is niet meer in bedrijf. Marijke en Geert hebben de afgelopen jaren een eigen draai gegeven aan het oude interieur. Nou, dit is dan de woonkamer. We hebben een paar dingen veranderd, want we zijn toch wat naar wat meer modern toegegaan. Niet alleen maar dat klassieke en stijl. Dus een lekkere nieuwe moderne bank. En achter de bank hangt onze trouwkaart. Een schilderij van 2 twins. We zijn allebei tweeling van sterrenbeeld.
En we vieren feest, mannetje en vrouwtje erbij en trouwen maar. Nou ja, en dan sta je hier in een molen, wat oorspronkelijk een marmermolen is, daarna weer een korenmolen is geworden. Maar ja, dan gaan vrienden gaan leuke dingen bedenken en dan komen ze met dit soort prachtige prularia aan. Want dat is dan weer een oud molentje met het idee dat wij daar heel blij van worden. Maar ja, hij staat hier wel, dus we vinden het leuk. En verder zie je nog steeds die gele kleur terugkomen. We hebben ook de nieuwe stoel dus in diezelfde gele kleur gekocht. Want het is toch wel die warmte. Het is de warmte van de kleur en het past bij het huis. Nou, en hier in de hal hebben we dan de toilet. De toilet heeft een aantal hele leuke details. Leuk oud wasbakje, oude toiletpot. En ja, de vorige bewoners wilden de wc-bril meenemen. Ja, sorry, maar die hoort hier gewoon bij. Die hebben we gewoon gelukkig kunnen houden. Nou, welkom op de overloop. Je ziet hier veel deuren. Dit is ons slaapvertrek. Maar wat vooral leuk is om te zien, je hebt ze misschien al eerder gezien in het huis. We hebben overal ronde deuren. Ja, nou, en vroeger kwam hier de spil naar beneden. En die draaide als de wieken draaiden. En dan lagen hier ergens allemaal molenstenen die aangedreven werden om het koren te malen. In 1948 is deze etage en het bovenstuk dus helemaal omgebouwd tot woonhuis. Het binnenwerk is er allemaal uitgehaald, dus alle onderdelen van de molen zijn verdwenen. Er zijn muren gekomen, er zijn mooie deuren gekomen, lambrisering erbij. En je ziet nog wel aan de sfeer dat dat uit die tijd is. Ja, en de badkamer is gewoon een cadeautje. Moet je kijken, als je hier staat te douchen, heb je prachtig uitzicht naar buiten. En dan zie je hier de tegelvloer. Ja, hartstikke gezellig, leuk bont, mooi met die petrolkleur erbij in combinatie met dat geel weer. En dan zie je de balken. De balken zijn echt de bouwstructuur van de molen. Dus die kom je straks ook boven weer tegen en ook in andere slaapkamers. Nou, dan kom je hier bij de slaapkamer van mijn zoon. Rick woont natuurlijk niet meer thuis, maar we hebben wel zijn kamer zo gelaten, zodat als hij hier wel komt slapen, dat hij heerlijk zichzelf thuis voelt. En hetzelfde geldt voor de slaapkamer van mijn dochter, Danielle. Wat je ook nog ziet is die balken. Lastig om in te richten, maar wel onwijs mooi, want je ziet wel dat je in de molen zit. En dat de molen nog steeds kan draaien, zie je zo. Sinds de Eerste Wereldoorlog heeft Molen het Haantje in Weesp geen productiefunctie meer. Maar na de restauratie van Geert en Marijke draaien de wieken weer elke maand. Ja, en toen we hier 16 jaar geleden waren, toen wisten we het zeker. Dit is toch echt de prachtigste kamer van het hele gebeuren. Voor de slaapkamer is dit natuurlijk hartstikke groot en lekker ruim. Maar als molenaarsruimte waar je moet werken en het fabriek is, is het natuurlijk maar beperkt. Want toen ging die grote koningsspil stond hier te draaien. En dan moest je er omheen nog wat dingen doen. Dus ik denk dat eigenlijk het meeste wat hier gebeurd is, waar ze het koren neerlegden, zodat het daarna weer naar beneden kon om er meel van te maken. Dan zie je daar zo'n haak. En daar zo'n haak. Ja, dan hangt hier gewoon nog een oude katrol. En waar dat ding voor is geweest, geen idee. Ja. Maar je kunt wel voorstellen dat ze hier met touwen die zakken meel moesten optakelen en dat ze hard aan het werk waren. Nou ja, wat nog een leuk persoonlijk verhaal is deze kist. Voor mij een bijzondere kist, want er staat dokter G.F. Kotter op. Mijn naam is G.F. Kotter. Dat is de meneer waar ik naar ben vernoemd. En dat is een oom van mij die in Indië heeft gezeten en dit was zijn hutkoffer. Nou, verder is het gewoon een hele coole kamer. Want je hebt hier een deur en je hebt daar een deur. En dat is ook logisch dat die er zitten. Want stel dat het oostenwind is, dan heb je daar de wieken draaien. Kun je dus niet naar buiten. Moet je altijd via de westenkant naar binnen. En naar buiten toe. En verder zie je onze andere hobby. Zeilen. En daarom voelt het ook zo lekker om hier in de molen te wonen. Want wij zijn eigenlijk elke dag starten we met waar komt de wind vandaan. En dat hadden we ook met zeilen. Dat hebben we gelukkig nog steeds met zeilen. Maar ook met de molen. Heerlijk. Nou, en hierom doen we het, hè? Dat mooie uitzicht op de stelling. We gaan even naar het bovenhuis. Nou ja, en hier zijn we in het hart van de molen.
het meest echte stukje nog. Het is natuurlijk doodzonde dat beneden alle molenstenen en alles eruit is. Als je het vanuit het molenperspectief bekijkt. Je ziet hier een voor 95% gerestaureerde molen. Nou ja, 1 à 2 keer in de maand zit ik hierboven. Want dan draaien we de molen. We draaien niet elke week. Maar het is wel heel goed voor een molen om met een behoorlijke regelmaat te draaien. Als een molen stilstaat, dan gaat hij heel hard achteruit qua onderhoud. Dit is reuzel. Dat gebruiken we hier om de as te smeren. Dat smeer ik hier dan op. En als ik straks de molen aanzet, dan komt dat goed door de as heen. En dan blijft hij lekker soepeltjes. Nou, er staat een lekker windje. Nu moeten we de neus in de wind zetten. Dus we gaan de molen kruien. Dit zijn mooie momenten. Dit hebben we geleerd van een andere molenaar. We hebben geen cursus gedaan. En het blijft gewoon heel leuk. Elke maand zetten we de molen lekker aan. Nou ja, als je hier staat met die wieken die achter je draaien, en dat is toch één groot feest. Dat is echt genieten. Daar kom je graag voor thuis. Hè? Ja, en het is hier eigenlijk altijd een gevoel van vakantie. Dus wat mij betreft gaan we nooit meer weg. En zo is het.